In je eentje, maar niet eenzaam studeren. Dat doe je online. Op de universiteit, op het HBO is het al bekende kost. Maar ook het MBO ziet er brood in. Maar dan niet vrijblijvend. De leerlingen zitten thuis, dan wel achter een scherm. Maar de leraar ziet alles. Voor de leerlingen en voor de MBO's is het een succes. Goed, dus heb je wel het linkje kunnen openen. En zo begint de online lesdag van Geo Petter in het Overijsselse stadje Vollhoven. Hij is MBO-student ICT. En hij en zijn klas krijgen één keer per week op deze manier les. Geo vindt het top. Je kunt veel makkelijker dingen oppakken en dingen maken. Dus je lesstof maken of opdrachten. Dat werkt gewoon veel, vele malen fijner, vind ik, voor mij persoonlijk. Ja, is het niet gezelliger in de klas? Ja, het is wel gezelliger, maar dan gaat je. Ja, je leerstof en uh, of wat je moet maken gaat er wel van achteruit. De mbo-opleiding van GEO deed een pilot met online onderwijs om zo studenten tegemoet te komen. De regio is uh, heel groot. De studenten hebben lange reistijd om hier op de campus te komen. Uh, en uh, we willen ook aansluiten bij de belevingswereld van de student die toch veel met social media en uh, computers uh, aan de slag is. En daarom hebben we gekozen voor de mogelijkheden van ICT. Bij de TU Delft bedienen ze al jaren 600.000 studenten wereldwijd. Dus ze zijn uitstekend op de hoogte van de valkuilen van online onderwijs. Je hebt als student, als jij online gaat studeren, uh, zelfdiscipline nodig. Uh, je moet georganiseerd werken. Uh, je krijgt veel meer vrijheid en daar moet je mee om deur kunnen gaan. Daarom is online college alleen geen optie. Wij uh, maken er een mix van, dat heet blended onderwijs. Om juist de voordelen van beide. Uh, van face-to-face -face en online. te combineren zodat je het beste onderwijs hebt. En in Zwolle hebben ze nog een stok achter de deur. We gaan even verder. Er zitten anders mensen te wachten die niks zitten te doen. Er is een duidelijke interactie tussen de leraar en de student. Hoe belangrijk vinden jullie dat? Heel erg belangrijk, want wij vinden het. Ja, echt heel erg belangrijk dat er altijd contact is met de student en de leraar om de studenten te begeleiden, maar ook de lesstof te instrueren. Ga je niet het uh, koffie drinken? Nee, want je hebt je webcam aan, dus de leraar kan je zien. En als je een tijdje er niet bent, dan zet hij zo op uh, of afwezig. Nou, dat moet je ook niet aan. Ja, waar doet hij dat? Ja, ja, die hebben we er ook tussen. Dus ja, uh, nou, dan ben je die shirt, Dus je dus moet gewoon gaat... vragen of je even mag plassen. Ja, maar. In je, je eigen, eigen huis. Ja, maar dat lijkt me toch logisch als je in een les zit. De komende jaren wordt het online programma voor het MBO verder uitgebouwd.